Het is echt zonde wat er met Helene Hendricks gebeurt. Ze was fantastisch op dreef als het nieuwe talkshow-talent van Nederland, maar haar huidige talkshow, De Oranje Zondag, is echt een teleurstelling. De afgelopen zes weken profiteerde ze van de goede lead-in van Miljoenenjacht, maar vanaf komend weekend staat ze op eigen benen. Oei, oei, oei. TV-critici zagen afgelopen weekend twee dingen in de show van Helene, namelijk dat het wederom tegenviel en dat Rutger Kastricum zich opeens gedijst houdt. Maar Johan Derksen, die heeft op iets heel anders gelet, bekent hij aan tafel bij Vandaag een site. Hij zat de hele tijd naar het, rare mondje, van Helene te kijken. Hoe zit dit precies? Johan legt uit, ik zag Helene in beeld verschijnen en ik denk, wat is er met haar aan de hand? Ik dacht, die heeft fillers van die injecties in haar lippen gehad. Een heel ander hoofd had ze. Die mond zat heel anders. Een heel raar mondje. Leer mij het mondje van Helene kennen. Johan heeft Helene direct op het digitale matje geroepen. Ik heb haar dus een mailtje gestuurd van: Wat heb je met je lippen gedaan? En toen stuurde ze een mailtje terug: Ja, Wieke heeft met een lipliner eromheen zitten tekenen en zo. Maar ik vond het geen succes. Ik dacht echt dat ze fillers genomen had. Tafelgast Valentijn Driese verbijstert, dan stuur jij ook echt gewoon mailtjes. Van, heb jij fillers gebruikt? Johan, ja? Nee, maar goed. Ik kan nu bekendmaken: ze heeft geen fillers gebruikt.